Kampt Nederland met een gedegenereerd politiek en ambtelijk bedrijf? Hans Siepel was PR-voorlichter bij GroenLinks en daarna voor diverse bewindslieden. Hij werd zelfs plaatsvervangend directeur Binnenlandse Zaken. Hoewel, hij kookte jarenlang mee in de duistere keuken van het politieke beleid. Maar hij was te kritisch en stapte het eruit. Hij werd auteur, schreef over religie en mystiek. Diverse boeken naast artikelen in diverse media. Zijn essays tegen de bestuurscultuur van de Rijksoverheid gelijken soms multatuliaanse tirades. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de dominante media stopt. Ik ben Ab Gietselink en ben vandaag in gesprek met Hans Siepel. Welkom, Hans. Dankjewel, Ab. Wat een mooie introductie. Dank je. Wij verwelkomen eigenlijk onze gasten altijd met een kleine introductie van hun boeken. Mm-hmm. Jij hebt 15 boeken geschreven, ja. Vertelde je me net. Ja. En dit is een van de eerste, Stemmen van de Ziel. Waar gaat het over? Het gaat over mijn moeder. Dat is mijn moeder. En het gaat over haar dementieproces. En het is eigenlijk de eerste vrucht van dat ik ontdekte dat niets is wat lijkt wat het is. Want toen mijn moeder ging dementeren, kregen wij van de medici te horen, nou ja, het is het afsterven van het bewustzijn. En eigenlijk kan je er niet zo heel veel mee met mensen die dementeren. En ik had net in mijn eigen persoonlijke zoektocht ontdekt dat in de oudheid heel anders over mensen en het wezen van de mens werd gedacht. En die zeiden, joh, we hebben een ziel en die is onsterfelijk. Ja. En toen dacht ik, nee, als de ziel onsterfelijk is, kan je niet vol blijven houden dat het bewustzijn afsterft. Ja. En toen kwamen wij in dat proces van mijn moeder erachter dat ze een heel verhaal te vertellen had. Over een getraumatiseerd verleden. Wat ze in haar dementie alsnog wilde uiten. Dat was heftig, maar uiteindelijk wel betekenisvol. Dus in die zin ben ik altijd een beetje trots op mijn eersteling. Omdat dat het verhaal van mijn moeder is. Dan gaan we naar het tweede boek. Ja. Door een roosje en de apocalyps. Ja, dat is ook een bijzonder boek. Eigenlijk heel actueel. Ik heb het in 2009 geschreven. En het doet eigenlijk verslag van heel veel oude verhalen in alle culturen en alle mystieke tradities. Die hebben allemaal een soort eindetijdsverhaal. Het eind der tijden. Ja. En ik was wel zeer nieuwsgierig waar dat nou vandaan kwam. En als je daar, dat doet dit boek eigenlijk verslag van. Het gaat allemaal terug tot een soort wijsheid die in hele voorhistorische tijden bestond. Ja. En die ons een actueel verhaal te vertellen hebben. En gelet op de wereldcrisis waar we in zitten, die toch ook volgens sommigen allerlei tekenen heeft van een soort eindtijd, is dit boek eigenlijk heel actueel geworden. Dus ik kan hem aanbevelen. Ja, we gaan nog even door. Want wat mij echt bij jou opvalt is dat je eigenlijk twee zielen hebt. Enerzijds de ziel, bezig met mystiek, met God. Ja. En anderzijds gewoon met de geseculariseerde bestuurscultuur waar je met name je achtergrond in hebt. Maar dat komt waarschijnlijk omdat er een soort misvatting bestaat dat religie iets een soort afzonderlijk onderzoeksobject is. En voor mij is religie en spiritualiteit veel meer. Het is een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Dat je pakt het boek net en dat is mijn laatste boek, Met Godsverstand. Ja. Is daar eigenlijk een illustratie van. Het zit hem in de twee woorden die ik aan elkaar gekoppeld heb. Over het is niet mijn terminologie, Godsverstand. Het is een term van Thomas Mann, de grote Duitse schrijver. En Thomas Mann, net als ik, probeerde de werkelijkheid te begrijpen vanuit de gedachte dat er ook nog een geesteswereld zich manifesteert in onze dagelijkse werkelijkheid. En u weet, we hebben dat in het westers denken een beetje afgeschaft. Hè. We denken dat alles stoffelijk is en dat de geest niet bestaat. En er zijn natuurlijk grote denkers en grote filosofen die hebben gezegd, pas op, je maakt een denkfout. Want wellicht acteert het wel. En wat ik in dat boek laat zien, eigenlijk in het verlengde van Door Roosje en de Apocalypse, als je die bril van Thomas Mann opzet, dan zie je eigenlijk heel iets anders dan wat ons vaak wordt voorgehouden. En het staat een beetje, de subtitel is Build Christianity Back Better. Want het wonderlijke van het christendom is dat ze eigenlijk de geest helemaal hebben afgeschaft. En het wonderlijke is, dat we dan even teruggrijpen naar het eerste boek, dat ook in de gezondheidszorg de ziel niet existeert. Ook voor christenen. We hebben niet alleen het godsverstand, we hebben ook nog het godsbewijs, begrijp ik. Dat is een poëtische vertelling. Althans, ik had het zelf zo niet bedacht. Maar de uitgever zei, joh, het is een heel mooie poëtische vertelling.
En ik voer daar een theoloog op in een verhaal die een reden moet gaan houden naar aanleiding van 500 jaar Martin Luther. En die ook door een persoonlijke gebeurtenis, hij krijgt een bijna doodervaring. En dan ineens tot de ontdekking komt van er is eigenlijk veel meer. En waarom kunnen we ons daar als christenen niet toe verhouden? Ja. Waarom heeft de theologie daar zoveel moeite mee? En ik bouw dat verhaal op. Eigenlijk twee delen. Eén, ik laat hem de reden schrijven die hij moet houden. En tegelijkertijd vertel ik hoe hij zo in zijn leven tot die reden gekomen is. En hij heeft eigenlijk forse kritiek ook op de kerken. En zegt eigenlijk tegen de kerken, joh, verhoud je nou eens tot je eigen geschiedenis. En misschien hebben we iets heel belangrijks. Je bedoelt Maarten Luther, daar praten we nu over. Ja, Maarten Luther deed dat. En Maarten Luther op zijn moment zei ook, joh, dat klopt eigenlijk niet zo heel veel. We moeten het anders doen. Ja. En 500 jaar later zegt deze theoloog eigenlijk precies hetzelfde. Wordt het niet eens tijd dat we kritisch reflecteren? Ja. En dat voel ik ook een beetje bij jou. Maar dan kom je eigenlijk op een veel banale, geseculariseerde verhaal. Mm-hmm. Dat is jouw andere kant. En dan gaan we het in het komende drie kwartier met name over hebben. Namelijk over de crisis in de bestuurscultuur. Ja. Nou, dit boek heb ik samen met Frank Rechtvoort, dat is mijn werkvriend. Hebben we de afgelopen 15 jaar hebben we met z'n tweetjes heel veel bijzondere dingen mogen doen. En crisis en crisis. Ja, en dit is het boek wat we geschreven hebben. Dat was ook een beetje het product van mijn ervaringen toen al bij het ministerie. Ik mocht als topambtenaar aanschuiven bij heel veel crisisoverleggen, bij tal van crisis. En wat me daar opviel, en daar komen we straks nog uitvoerig over te praten, was dat als er een crisis in het land was, dat de dames en heren daar aan tafel zich als eerste één vraag stelden. Nou, wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor de beeldvorming? Wat betekent dat voor het ministerie? Hebben wij fouten gemaakt? En wat kan er dan allemaal wel niet gebeuren? En wij met z'n tweetjes vonden dat eigenlijk een beetje vreemd, omdat wij ons realiseerden dat de crisis van de samenleving was. Toen Volendam ontplofte en Enschede en ook de moord op Fortuyn en de moord op Theo van Gogh, dat was iets wat de samenleving diep raakte. En toen zeiden wij, maar dan moet de communicatie van de overheid gericht zijn op de behoeftes die de samenleving heeft. Ja. Nou ja, dat hebben we gevat in dat boek. En het mooie is wel, daar zijn Frank en ik best een beetje trots op, is dat dit nog steeds, het is in 2007 verschenen, nog steeds het standaardboek is wat in hogescholen wordt gebruikt om leerlingen en studenten mee te nemen in het vak van de crisiscommunicatie. En de overheid werkt daar nog steeds mee. Naar mijn beleving doen ze het niet goed, maar de gedachte die erachter zit is nog steeds vervat in ook overheidsstukken. Ja, het volgende boek is overheidscommunicatie. Staat een beetje daarop aan. Ja, want toen wij in het land ingingen met dat boek en ook heel veel bestuurders meenamen in de gedachte, joh, maar zou het niet van betekenis zijn als je communiceert in het belang van de getroffenen? Toen kregen we wel steeds meer de vraag, ja, maar waarom doen we dat eigenlijk dagelijks niet? Hè? Waarom alleen bij crisiscommunicatie en bij de normale manier van overheidscommunicatie hebben we het weer vooral over onszelf? En dat hebben we toen samen. Want dat is een belangrijk deel van jouw verwijt, is dat eigenlijk mensen met name bezig zijn om die overheidscommunicatie zo in te richten dat ze zelf uit de wind blijven. Ja, het is een hele ego-manier van communiceren. Het staat heel erg in het teken van het belang van ministeries, van politieke partijen, van ministers, van bestuurders. Mm. En met dit boek hadden we juist 180 graden gedraaid. Want toen zeiden we, ja, de bestuurder, de minister, is eigenlijk niet zo van betekenis in die crisis. Die moet alleen dienend zijn. Die moet een rol spelen in het belang van de getroffen samenleving. Nou ja, en die lijn trokken we door in dit boek. En hebben een poging ondernomen om de normale dagelijkse manier van communiceren van de overheid in al zijn geledingen, gemeentes, provincies, non-gouvernementele organisaties, maar ook de politiek in de breedte, ook ministeries, om die eigenlijk een beetje de richting te duwen van die crisiscommunicatie. Maar ik moet je zeggen, dat is totaal mislukt. Daar gaan we zo nog even over hebben. Nog even transitie 33. Dat is een kleine. Ja, dat hebben we geschreven om samen met Frank Rechtvoort weer, om nog eens een poging te ondernemen na een paar jaar, om dat besef van dat je moet communiceren in het belang van de getroffenen, om dat nog eens in een verhaaltje op te schrijven. Is overigens Frank Rechtvoort ook, was ambtenaar? Nee. Frank kwam ik tegen in 2003, 2004. Frank had zichzelf net bekwaamd, ook in de crisiscommunicatie, die was daarmee bezig. Ja. En ik had bij het ministerie wel het voor elkaar gekregen om een soort expertisecentrum te creëren waarin we die
crisiscommunicatie en die risicocommunicatie wat meer op een professioneel niveau zouden tillen. Dat had ook alles te maken met de aanslagen in Amerika 11 september, waar ineens een groot besef ontstond van we lopen wel heel veel risico en crisis op gebeurtenissen. En daar is ook aandacht, hernieuwde aandacht gekomen voor dat vak crisiscommunicatie. En toen zijn Frank en ik elkaar tegengekomen en dat was het begin van een uiterst vruchtbare samenwerking, tot ieders genoegen. En toen hebben we nog na een paar jaar dat boekje geschreven om nog eens aandacht te vragen voor het besef, niet alleen dat je in het belang van de ander moet communiceren, maar dat communiceren ook het creëren van werkelijkheden is. Weet je, op het moment dat je als getroffene een burgemeester over de vloer krijgt en die spreekt mooie woorden, troostende woorden, dan creëert dat een werkelijkheid, dan doet dat ertoe. Overigens zit dit boekje in de tijd nog door de genootschap van Nederlandse burgemeesters onder de aandacht gebracht van tal van de bestuurders. Maar als ik de bestuurders in corona heb zien communiceren, moet ik ook de conclusie trekken dat ze de inhoud en de strekking van dat boekje ook heel erg vergeten zijn en er niet zo heel veel mee gedaan is. Ja. Ten slotte, Woorden van Zorg gaat over de communicatie van de zorgsector. Ja, dat boekje heb ik geschreven een beetje in het verlengde van dat boekje. Eigenlijk voor mensen die in de zorg werken. Om ook daar de betekenis te onderstrepen van dat het communicatieproces tussen patiënt en verpleegkundige, dat dat van grote betekenis is. En dat we daar wellicht te weinig aandacht voor hebben gevraagd. En woorden genereren ook een soort van werkelijkheid. Van werkelijkheid en energie. En heel veel mensen hebben vrij slechte ervaring in de manier waarop artsen en verpleegkundigen met patiënten communiceren. En dit is eigenlijk een pleidooi in het verlengde ook van Transitie 33. Besef je nou eens hoe belangrijk het is om mensen ook communicatief, niet professioneel, maar ook vanuit het belang van zo'n patiënt te benaderen. En niet alleen maar je eigen verhaal. Ja, jij hebt mij verder nog een paar stukken gestuurd. Onder andere dat je een enorme uitgebreide brief van 18 pagina's hebt gestuurd aan de voorzitter van de toeslagenonderzoekscommissie, Van Dam. Ja. Waarin je, ik mag wel zeggen, keihard uithaalt. In het algemeen ook vanuit het verleden, je kritiek op het overheidsbestel. En ik neem aan dat we dat ook nog even weer meenemen. Wat is nu, kort gezegd, jouw kritiek op het functioneren van die overheidscommunicatie? Als je dat in twee zinnen zou samenvatten, wat zeg je dan? In twee zinnen, dat het gericht is op het eigen belang. En dat het dus onvoldoende rekenschap geeft van in wiens belang zitten we hier eigenlijk? Ja. Ik weet nog wel, ik schrijf dat ook in die brief, toen ik bij het ministerie werd aangenomen, dan heb je zo'n introductieklasje van allerlei nieuwe ambtenaren. Het was net in de periode dat de overheid heel veel nieuwe mensen zocht en die hadden een hele mooie campagne van werk. Jaren 90. Toen was er ook al een tekort van overheidspersoneel. Het werd dan heel mooi neergezet dat je bij de overheid werkt, dan doe je voor het maatschappelijk belang, toch wel echt iets anders dan voor het bedrijfsleven, want die zit alleen maar voor zichzelf en de overheid doet echt hele mooie dingen voor de samenleving. Nou ja, en er zaten een heel stel ambtenaren die hadden gesolliciteerd en die zaten daar bij het ministerie. En die kregen een eerste toespraakje van de secretaris-generaal. En zo'n beetje de eerste zin was van de secretaris-generaal: u moet zich wel goed realiseren dat vanaf vandaag is die minister uw belangrijkste klant. Ja, en dat was nog wel even schrikken, want er zaten al die ambtenaren die binnengehaald waren onder de vlag van nou ga je echt iets voor de samenleving betekenen. En dat was het eerste signaal, vergeet het maar. Je zit hier toch ook en vooral en bovendien om ook de minister in positie te houden of uit de wind te houden, welke woorden je er ook voor gebruikt. En de overheidscommunicatie heeft daar een hele steeds dominantere rol in gespeeld. Ja. Om ik zou zeggen, van inhoud steeds meer naar beeldvormingspolitiek te gaan. En mijn conclusie in de 7 jaar dat ik daar zat, dacht ik, ja, maar dit hier is iets heel ernstig mis. Ja. En in 2005 heb ik, vlak voordat ik wegging, weg moest, een groot interview gegeven in Binnenlands Bestuur. En daar heb ik de bestuurscultuur op de agenda gezet. En dat heeft ongeveer 17 jaar verder, of 16, 15 jaar verder,
zat ik naar die toeslagencommissie te kijken en die verhoren die overigens snoeihard waren en terecht snoeihard. Ja. En toen bekroop me wel een beetje een zo zeggen, bezwaard gevoel dat ik dacht, god, 15 jaar geleden is het onderwerp geagendeerd, bestuurscultuur. Ja. Ik heb precies verteld wat er allemaal mis is, omdat ik het van binnenuit allemaal had gezien. Ja. Nooit iemand daar belangstelling voor gehad. En in die 15 jaar die erop volgden, hebben we het ene schandaal naar het andere. We hebben de toeslagenaffaire gehad. We hebben gezien welk een enorm menselijk leed dat allemaal heeft gecreëerd. En niemand was geïnteresseerd. Ja. Journalisten niet. Nog politiek. Even voor het publiek, om terug te halen. Ja. De kindertoeslagenaffaire is eigenlijk door een aantal mensen op de agenda gezet. Pieter Omtzigt en Renske Leijten zijn de belangrijkste Kamerleden. Ja. Die zich daarin bij onderscheiden. Heeft geleid tot een commissie van Dam. Ja. En die heeft dat helemaal uitgezocht. En die heeft vervolgens inderdaad snoeihard rapport geschreven. Waarin ze eigenlijk zegt dat alle geledingen in de samenleving, inclusief niet alleen de ambtelijke klasse, maar ook de rechtelijke macht, de media en het parlement zelf, hebben gefaald. Ja. Om ervoor te zorgen dat mensen die eigenlijk niks gedaan hadden, en praten we over duizenden, zelfs tienduizenden mensen, min of meer financieel in grote problemen zijn gebracht daardoor. Ja. Door het falen van, met name in eerste instantie, van de Belastingdienst, die allerlei bedragen aan die mensen gaf en ook terugvorderde. En dat ging soms over tienduizenden euro's. Ja. Dan komt inderdaad de vraag op, en dat zie ik je ook te kijken als buitenstaander. Ja, we geloven toch niet dat dit het enige is. Dit is toch de top van de ijsberg die nu naar buiten komt. Ja, en men had dat natuurlijk allemaal kunnen weten. Want er liggen, ik weet niet hoeveel parlementaire enquêterapporten inmiddels. Er zijn er geloof ik 15 in de laatste 20 jaar, 25 jaar. En die hebben allemaal dezelfde rode draad als het om de conclusie gaat. Het is elke keer hetzelfde. We kunnen nu. En omschrijf dat nog eens. Die conclusie is: kritische geluiden mochten niet gehoord worden. Informatievoorziening naar de Kamer is niet op orde. Kritische rapporten verdwenen in de la. Alles met het oog op de gewenste beeldvorming of het belang wat het ministerie of die minister had. Dat is de rode draad in alle parlementaire enquêtecommissies. En jij en ik kunnen nu wel de hoofdconclusie al schrijven van de enquêtecommissies naar de aardgasproblematiek, naar de corona, hoe dat aangepakt is. We kunnen nu al alle kijkers op een briefje geven dat de conclusies hetzelfde zullen zijn. Omdat het inherent is geworden aan het systeem zoals het acteert en zoals het functioneert en zoals het werkt. Omdat aan het eind van de dag altijd de centrale vraag is: wat betekent dit voor het ministerie? Wat betekent dit voor de minister? Wat betekent dit voor, nou ja, noem maar op. En daar hebben twee partijen die nog steeds een beetje in de luwte blijven van de fundamentele kritiek, hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. En het zou mijn lief ding waard zijn. Daarom en dat zijn die twee partijen? Dat zijn de communicatieprofessionals en de media, die de belangrijkste makelaars zijn in beeldvormingspolitiek. Als beeldvormingspolitiek het belangrijkste geworden is, dan is dat niet alleen de verantwoordelijkheid van de politici. Maar spelen deze twee beroepsgroepen, communicatieprofessionals en media, daar een cruciale rol in. En die worden bijna nooit kritisch op hun rol ondervraagd. Voorzichtig gebeurt het wel eens. Hè? Dat zagen we ook rond die toeslagenaffaire. Dat zowel Leijten als ook Omtzigt voorzichtige kritiek richting de media. Zo van: jullie waren toch ook verantwoordelijk. En jullie hebben het gehyped. En het is allemaal begonnen met die Bulgare fraude. En iedereen riep aanpakken. Jullie hebben het groot gemaakt als media. En nu het allemaal misgegaan is, geven jullie niet thuis. Maar jullie hebben ook een rol en een verantwoordelijkheid. En dat zeiden ze toch? Nee, en dan zie je dat ze daar niet tegen kunnen. Ik kan me nog herinneren dat Sven Kokkelmans daar mee werd geconfronteerd. En die was licht verontwaardigd. En die zei: ja, maar wij zijn alleen maar waarnemers in het politieke debat. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk flauwekul. Ze zijn medescheppers van die bestuurscultuur. Ze doen geen verslag. Dat is een ernstige misvatting over wat nu erop. Verdedigen ze zichzelf voor een deel. Die zei: ja, op iedere parlementaire redacteur zitten er 10 PR-medewerkers. Ja. Ja. Mensen zoals jij of mensen die jij hebt opgeleid. Ja. En wat je inderdaad ook een beetje voelt aan ze is dat ze eigenlijk niet, ja, ook niet de mogelijkheid hebben om daar tegenwicht aan te geven, om dat kritisch te ondervragen.
Want ja, dat is wel een van de belangrijke aspecten. Die hebben we natuurlijk met de coronacrisis ook gezien. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in die media? Hoe kan het zijn dat die media zo onkritisch eigenlijk het beleid volgt en zich zo vaak om de tuin laat leiden en zich ook zo oppervlakkig toont op het moment dat het gaat over heel wezenlijke problemen? Afhankelijkheid. Ja, je bent als parlementair journalist, als je te kritisch bent, ja, dan verlies je al je contacten en al je informele contacten. En daar leef je van als parlementair journalist. Want ook een parlementair journalist is op zoek naar primeurs. Een parlementair journalist wil als eerste de dingen melden. Een parlementair journalist is helemaal niet geïnteresseerd in het functioneren van de democratie en is helemaal geen waakhond van de democratie. Dat zijn allemaal mooie begrippen. Maar de dagelijkse praktijk is echt een heel andere. De dagelijkse praktijk, en ik weet het natuurlijk, want ik heb met ze gedeeld. Ik heb hun werkwijze van nabij gezien. En natuurlijk, op het individuele niveau, het zijn allemaal geen slechte mensen. Dat is vaak een misvatting. Weet je, het zijn allemaal niet mensen die het allemaal expres doen. Maar het zijn de professionals en de richting van de professie is die kant uitgegaan. Dat het normale manier van werken geworden is. Maar het besef dat zij daarmee ook de politieke werkelijkheid helpen creëren. En dat zij, als ze willen, andere keuzes kunnen maken, ja, dat landt onvoldoende. En dat begrijp ik ook wel, want op het moment dat je zegt, ik ben mee verantwoordelijk, je kan maar beter zeggen, joh, ik ben alleen maar waarnemer, ik kijk alleen maar wat er gebeurt. En dan komt iemand die zegt, ja, maar je bent helemaal geen waarnemer, ja. Je schept het zelf. En ja, als je dat tot je neemt, inneemt als journalist, ja, dan ben je dus ook verantwoordelijk. En dan kan je dus niet zeggen dat je als journalisten, als media, geen verantwoordelijkheid hebt voor de toeslagenaffaire. Dan ben je even verantwoordelijk voor wat er misgegaan is. Ja, en als je verantwoordelijk bent en daarop aangesproken wordt, ja, dan moet je daar naar handelen. En dat gebeurt waarschijnlijk pas over 50, 60 jaar. Daar hebben we wel het vermogen. En dan kijken we terug en dan zeggen we, oh god, dat had allemaal anders gemoeten. Hebben we niet geluisterd naar die critici. Ja, een van de dingen waar jij zelf nogal mee te maken had, was destijds, dat noem je ook in je brief, de commissie Davids. Ja. De commissie Davids, voor het publiek is wel interessant. Het ging natuurlijk over de Irak-crisis en het binnenvallen van de Amerikanen, Britten en Nederlanders, ondersteun van de Nederlanders in Irak. Want dat zou allemaal kunnen volgens het internationaal recht. Ja. Het heeft 10 jaar geduurd. Althans 8 jaar volgens mij dat men dat allemaal best vond. Toen kwam tenslotte de commissie Davids en die zei, dat verhield zich helemaal niet met het internationaal recht. Nee. Wat was jouw ervaring destijds met die commissie Davids en hoe stond jij daarin? Want ik begrijp dat jij zelf daarin de grote problemen kreeg. Ja, want ik was in de tijd verantwoordelijk voor de communicatie in de aanloop. En ik had een stuk geschreven over de noodzaak om, als het om oorlog en vrede gaat, om transparant te zijn. Omdat ik dacht, ja, het gaat nogal over iets. Dus de samenleving, een beetje in het verlengde van die crisiscommunicatie, heeft wel recht om te weten hoe je als politiek tot bepaalde keuzes komt. Nogmaals, het gaat over iets. Hè. We realiseren ons nu, oorlog en vrede gaat over iets. Ja, dat is niet een beleidsdossier vergelijkbaar met de Betuwe-lijn of de HSL. Ja. Nee. Het gaat over iets. Ja. En tot mijn verbijstering was dat eigenlijk de reden wat mijn gedwongen vertrek uiteindelijk inleidde. Omdat men helemaal niet zat te wachten op transparantie en openheid. Omdat bij Buitenlandse Zaken, waar de Hoop Scheffer toen minister was, aan de voorkant al was bepaald hoe of wat de werkelijkheid ook is. Wij steunen Amerika. Omdat we dat altijd deden. Het was een soort doelredenering. En in eerste instantie, mensen kunnen zich dat wellicht nog herinneren, was het argument een massavernietigingswapens. Iedereen wist al in die tijd, ze waren er niet. Als ergens een complottheorie tot grote malheur heeft geleid, 700.000 mensen plat gebombardeerd uiteindelijk, op basis van een complottheorie, op basis van leugen, op basis van bedrog. En ik zat daar bovenop en ik dacht, ja, het kan toch niet waar wezen? Je kan toch niet waar wezen dat we met leugens een oorlog steunen? Nou ja, het bleek wel waar te zijn. En dat was uiteindelijk de aanleiding om mij als ambtenaar stop ambtenaar de deur te wijzen. Maar goed, na zoveel jaar kwam de commissie Davids in beeld. En toen dacht ik, ja, ik ga me melden bij deze commissie, omdat ik wel een verhaal te vertellen heb, omdat ik daar middenin zat en heb gezien hoe die mechanismes werkten.
En aan de ene kant, mensen zagen het later toen het rapport bekend was. De conclusie eigenlijk was, had meneer Siepel nou maar wat meer gevolgd in de communicatielijn. Nee. Dus mensen zagen dat als een soort rehabilitatie van mij. En ik heb daar nooit zo in gezeten. Wat ik uiteindelijk teleurstellend vond, ook van de commissie Davids, was dat ze weinig hebben gedaan met mijn pleidooi tijdens mijn verhoor in die commissie. Omdat ik ook daar vroeg, agendeer de bestuurscultuur nou. Agendeer het nou, want dat is het grootste onderliggende probleem. Want uiteindelijk gaat het om voorsorteren, doelredeneringen, tunnelvisies. Nou, al die woorden. Nee, ja, goed, je kan natuurlijk zeggen, de commissie Davids, was er een internationale juridische grondslag om in Irak binnen te vallen? Ja. En het antwoord was nee. Maar heel lang hebben mensen natuurlijk dat volgehouden. Heel lang hebben mensen dat gemanipuleerd. Ja, en met dezelfde mechanismes als nu bij het coronadossier. Want natuurlijk waren er heel veel geëngageerde ambtenaren. Die heb ik natuurlijk ook veelvuldig gezien in mijn omgeving. Ambtenaren die zich ook grote zorgen maakten. En daar lagen allerlei kritische rapporten van ambtenaren en juristen van buitenlandse zaken. Die zeiden, het is niet in lijn te brengen met internationaal volkenrecht. Dat kan niet. En al die rapporten zijn in de la verschenen. Want die even die waren ongemakkelijk. Je kan natuurlijk zeggen, die ruimte die men dan neemt bij het internationaal recht. Als je nu naar de Oekraïne-oorlog kijkt. Ik ben ervan overtuigd dat de Russen, waaronder Poetin, natuurlijk ook gezegd hebben, ja, jullie gaan zo met het internationaal recht om. Hè, rekkelijk, om het dan maar zo te zeggen. Ja. Waarom mogen jullie dat wel in Irak en in Syrië en in Afghanistan en wij niet? Ja. Ja. Met andere woorden, jullie meten met twee maten en dat laten we ons langzamerhand niet meer zeggen. Wij hebben hier een groot belang. En wij, laten we zeggen, rekken het internationaal recht op dezelfde manier op als jullie dat doen. Ja. Dit is van groot belang, want dit is de basis waarschijnlijk voor de Oekraïne-oorlog. Zeker. En wat daarbij komt, is dat uiteindelijk het morele discours in die internationale politiek door niemand meer gesproken kan worden. Want op een moment, en dat doet Poetin nu, dat wij tegen Poetin zeggen, joh, je maakt je schuldig aan oorlogsmisdaden. En hij deed het gisteren. En het zou wel zijn dat hij dat doet. En het is vreselijk dat hij dat doet. En al die mensen die daar het slachtoffer van zijn, is natuurlijk allemaal vreselijk. Maar Poetin hoeft alleen maar met zijn vinger te wijzen. Oh, kom je mij de morele les lezen? Ja, je houdt jezelf er ook niet aan. Je meet voortdurend met twee maten. Wat deed je in Irak? Leugen en bedrog, massavernietigingswapens. Jullie hebben daar 700.000 mensen plat gebombardeerd. Nog sterker, je hebt IS gecreëerd. Nou, wat er allemaal achterweg gekomen is. Afghanistan. Allemaal. Ja. En dan geven wij niet thuis. Omdat wij ons toch altijd net iets superieur achten. Net iets beter vinden dan de rest van de wereld. Ja. Daar gaat overigens met godsverstand ook voor deel over. Dat het een typisch kenmerk is van de westerse beschaving. We vinden ons superieur vanaf het allereerste begin. Nou, nog een ander probleem. Het gaat eigenlijk over de plaats van de wetenschap. We hebben het over de media nu gehad. De plaats van de wetenschap. Jij geeft ook in je brief aan, een van de grote problemen is dat ambtenaren de neiging hebben om wetenschappelijke rapporten van tevoren te manipuleren, in te steken. En dat die hele wetenschap eigenlijk deel is geworden van het politiek beleid. Ja, voor een deel. Precies? Nou, voor een deel dat allemaal wenselijke antwoorden zijn. Hè? Dat er een bepaalde uitkomst moet zijn. En die uitkomst moet in lijn liggen met de tunnelvisie, moet in lijn liggen met de doelredenering. En als het afwijkt, dan wordt het ongemakkelijk. Wat ik eerlijk gezegd nooit heb begrepen, is waarom het zo moeilijk is om ook in het politieke proces tot het inzicht te komen. We hebben ons vergist in de aanname. Ja. Het ligt toch anders dan gedacht. Omdat de samenleving, en dat zien we nu rond mevrouw Ploemen die weggaat, en iedereen prijst haar dat ze zoveel zelfkritiek aan de dag legt. Zo van, nou wat geweldig. Ja. Zouden meerdere moeten doen. En dat is waar. Ja. En de samenleving kan dat begrijpen. Wij in onze dagelijkse doen en laten maken ook fouten. Ja. Maar het grote probleem van de overheidscommunicatie is, en dat is begonnen in de jaren, begin jaren 90, onder druk van de neoliberalisering en de marktwerking. De overheidscommunicatie is
is PR geworden, is reclame geworden. Want die communicatiemensen bij de overheid, die deden eigenlijk alleen maar aan voorlichting. En toen vragen ze in het bedrijfsleven, doen ze aan marketing en reclame, et cetera, et cetera. En dat vonden ze heel verlokkelijk. Zullen we dat ook gaan doen? En vanaf dat moment is overheidscommunicatie eigenlijk steeds meer die beeldvorming geworden. En waar gaat het bij beeldvorming om? Niet om daar zo negatief mogelijk uit te komen. Bij beeldvorming stuur je op het meest positieve beeld. Je zal nooit een reclame van een wasmiddel zien die begint met: het is prut wat we hier onder de aandacht brengen. Nee, het is allemaal geweldig, het is allemaal prachtig, het is allemaal mooi, het is allemaal. Jij noemt dat in dat stuk de roze olifant. Ja. Toch? Ja. He, die beeldvorming moet roze, die moet groot blijven. Die olifant staat in die kamer, die bepaalt het beeld, ja. En hij moet ook roze blijven. Ja. Hij moet mooi blijven. En we mogen het er niet over hebben. We mogen niet zeggen, die olifant is eigenlijk het grote probleem. Nee. We mogen niet met elkaar het gesprek voeren over, zou de overheidscommunicatie onderdeel zijn geworden van het probleem van die bestuurscultuur? En hebben we niet te veel gefocust op de beeldvorming? En nogmaals, er zijn tal van kritische rapporten verschenen. Dijkstal, wijlen minister Dijkstal, die wees er al op van de VVD. En die zei, pas op, we gaan naar een mediocratie. En dat gaat ten koste van beleid en inhoud. Er zijn tal van kritische rapporten verschenen. Van het ROB, openbaar bestuur. Er zijn tal van kritische beschouwingen geweest, die allemaal op hetzelfde gevaar hebben gewezen. Pas nou op, op het moment dat je te veel focust op beeldvorming, te veel focust op reputatie, te veel focust op PR, ja. Dan kom je als vanzelf in een tunnel. Nou ja, een van de problemen die je natuurlijk bij heel veel optreden in de Kamer ziet, is dat ze bijna reageert op wat er op de voorpagina's van de krant, ja. Met name de Telegraaf en het NRC staat. Ja. Ja. En dat betekent dat er ergens een anonieme mediacraat is, hè, achter een bureau, die namelijk bepaalt wat er op die voorpagina staat en hoe het er staat, ja. Die min of meer bepaalt wat er politiek relevant is en ja. Wat er niet politiek ja. Relevant is. Is ook zo. En alles, weet je, ik zat er bovenop en ik heb zo mijn bijdrage proberen te leveren om wat tegengas te geven. Maar ik vond het allemaal tot in de absurditeit. Dan was een minister, dat was een mondeling overleg. Nou, een mondeling overleg. Maar, weet je, zo gewichtig is dat ook weer niet. Maar dan ja. Toch ging de politiek assistent van de betroffen minister eerst naar de Kamerfracties om uit te horen wat gaat je inbrengen worden, om maar niet verrast ja. Te worden. En toen dacht ik, hallo, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we? Jullie hebben de mond vol over. Politiek is een ideeënstrijd. Politiek gaat over argumenten, feiten. Te wisselen. We kennen al die prachtige woorden die ze allemaal uitgesproken hebben. Het is allemaal aan de voorkant dichtgetimmerd. We hebben het deze week weer gezien rond het debat over de corona-vraagstuk. Alles is aan de voorkant afgetimmerd. De minister Hugo de Jong mocht blijven omdat de coalitie dat met elkaar hadden afgesproken. En dat begrijpen we allemaal wel, omdat dat allemaal de belangen zijn. En daar komt een hele beerput wellicht achterweg. Dus er zit niemand op te wachten. Maar wat ze niet doorhebben, is dat, ze hebben het misschien wel door, maar kan ze niet zo heel veel schelen, dat de samenleving inmiddels in grote getalen het vertrouwen in de politiek kwijt is. Is ja. Dat erg? Dat is dramatisch. Heeft dat negatieve consequenties? Ja, volop. Gevoel. Ja, wat er met in die coronacrisis lijkt te gebeuren, is dat, waar ik me ook grote zorgen over maak, is dat die overheid heel erg in zichzelf zit opgesloten. Ja. En dat wetenschap, in dit geval medische wetenschap en media, deel zijn van een soort conglomeraat. Ja. Wat de eenmalige waarheid bepaalt en iedereen die kritiek heeft om ja. Zich daaraan onttrekt, als een soort gekkie wappie wegzit. Ja. En dat gaat ook niet over, dat gaat over heel wezenlijke dingen. Namelijk, moeten wij coronamaatregelen afdwingen? Moeten we winkels sluiten? Vrijheidsrechten inperken? Moeten we horecabedrijven dicht doen? En niet voor een dag, maar voor maanden en maanden. Mm-hmm. Moeten we 80 miljard over de balk gooien? Hoe moeten we dat eigenlijk aanvallen? En een van de aspecten is dat je inderdaad kan zien dat er helemaal geen vrij debat is. Nou, weet je, dat heeft mij wel
het meest teleurgesteld. Ik ken heel veel mensen die ook in de communicatie bij de Rijksoverheid een verantwoordelijkheid hebben gehad rond corona. En in de crisiscommunicatie rond corona is men eigenlijk teruggevallen op het oude communicatieaanpak, namelijk met één mond spreken. En dat was het grootste belang. En dat hebben we natuurlijk heel lang in het politieke métier gezien. Je mag geen kritiek hebben. Het kabinet moet met één mond spreken. Kritische reflecties mogen niet. En juist bij corona is dat tot in het absurde doorgevoerd. Namelijk ieder die een wat ander geluid liet horen, werd koud gesteld. Nou kan je nog zeggen, in crisis moeten we vooral toch één geluid laten horen. Kan je nog vinden. Maar de wijze waarop ook in taal en woorden, critici zijn afgeserveerd. Gewoon ook in de woorden. Zijn uitgemaakt voor rotte vis en god maar weten wat. Dat kan niet. Daar heb ik nog steeds moeite mee om dat te begrijpen. Je mag van mening verschillen, zeiden we toch. Ja. Je politiek is toch ideeënstrijd, zeiden we toch. Het gaat toch over horen en wederhoor, zeiden we toch. En op het moment dat een aantal mensen hoor en wederhoor plegen, zeggen, joh, maar je kan er ook anders naar kijken. Het eerste wat die mensen te horen kregen is dat ze gek waren, dat ze geen plekje hadden op de IC als het hun overkwam. Ja. Nou ja, we hebben het allemaal gezien. Jij hebt het waarschijnlijk ook ervaren, ik heb het ervaren, velen hebben het ervaren. En mijn grote vraag, waarom? Ja. Waarom? Je kan toch gewoon zeggen, ik heb respect voor je mening. Ja, over de media hebben we het gehad. Ik wil nog even focussen ook in dit voorbeeld, maar ook in andere voorbeelden over de plaats van de wetenschap daarin. Mm. Het hele universitaire verhaal. Die universiteiten, die wetenschappers, ook in allerlei commissies, die worden betaald door de samenleving om kritiek te hebben. En dachten we. Dachten we, ja. De kwestie is dat jij eigenlijk aangeeft, ja, maar ze worden door degene die hen betaalt, de ministeries, voor een groot deel aangestuurd. Ze geven politiek wenselijke antwoorden. Ja, ja. Ze onderzoeken politiek wenselijke zaken. Ja. Met andere woorden, hun onafhankelijkheid, dat was bij de coronacrisis duidelijk, maar dat gaat eigenlijk over veel meer crisissen, is in toenemende mate weggecijpeld. Hoe zou jij dat verder zien? Want die onafhankelijkheid van, die kritische onafhankelijkheid van wetenschappers is van fundamenteel belang voor de toekomst van de samenleving. Ja, nou ja, dat begint dan met de vraag, wat is eigenlijk nog wetenschap? Het hele communicatievak, dat is ook wetenschap, een wetenschappelijke studierichting. Ja. Nou, als we ergens de degeneratie van de wetenschap zien, dan is het wel in het communicatievak. Want het is natuurlijk helemaal geen wetenschap. Het stelt in die zin niet zo heel veel voor. En we moeten ons ernstig zorgen maken als we een wetenschap als communicatie, bij sommige mensen in de marketingcommunicatie, aan de universiteit leren om te liegen en te bedriegen, want dat is marketingcommunicatie, liegen en bedriegen. Hè? Ja, als we dat al wetenschap gaan noemen, dan is de wetenschap in zichzelf ernstig ontspoord. Ja. En we zouden terug moeten, nou ja, zoals jij dat ook formuleert, naar ruimte voor oprecht kritische reflecties. Omtzigt gaf vandaag, ik las het net voordat ik hier naartoe ging, een interview in de NRC, en die zegt ook met zoveel woorden, we hebben de mond vol over vrijheid van mening. Maar zo gauw iemand een kritische kanttekening plaatst, wat een beetje ongemakkelijk is, dan wordt die kalt gesteld. Hoeveel klokkenluiders we inmiddels wel niet hebben in dit land. Ja, dan kunnen we na afloop wel weer zeggen, we gaan een huis voor de klokkenluiders inrichten en we moeten ervan leren. Ja. Ze leren er niks van, omdat het systeem in zichzelf geen lerend vermogen heeft. Als je niet bereid bent om eerst eens kritisch te reflecteren, waar is het misgegaan met de overheidscommunicatie? Zou daar een groot probleem liggen? En waarom leiden we politici niet op om weerwoord te geven aan journalisten, aan parlementaire journalisten. Misschien mag ik op dat punt één voorbeeld geven. Ik gebruik het vaak bij mijn lezingen. Dat was een groot belangrijk debat met Edith Schipper nog, al een tijdje geleden. Die was minister van Volksgezondheid. Dat ging over het vrijwillig levenseinde. Dat was nogal een onderwerp wat heel veel mensen in de samenleving, voltooid leven. Voltooid leven, wat heel veel mensen bezighouden. Wij worden ook wat ouder, dus het was ook een onderwerp wat ons interesseerde. Het was in het 8-uur-journaal. Het debat was nog gaande, was net afgelopen. Dus we schakelden rechtstreeks over naar Ron Frisse, parlementair verslaggever. In dat debat was overigens een motie van wantrouwen ingediend door de ChristenUnie en de SGP. Ja. Elke kijker begreep wel, ja, dat is principieel om even te markeren. Dat gaat ons veel te ver.
De minister komt uit de vergaderzaal, rechtstreeks zit 8-uur-journaal, Ron Frisse holt naar haar toe. En de eerste vraag die hij stelde, het is nogal wat, een motie van wantrouwen aan uw broek. En ik zat thuis en ik dacht, hoe mooi zou dat nou zijn als de minister anders had geantwoord, want ze ging er een beetje mee, maar dat ze had geantwoord en meneer Frisse de les had gelezen. En had gezegd, meneer Frisse, wat is dit voor een vraag? Ik kom hier uit een debat en dat gaat ergens over. Ja. Heel veel debatten gaan ergens over, maar dit debat gaat ergens over. Gaat, ja. En dan weet u het, met uw eerste vraag weer terug te brengen tot het politieke spel. Ja, het is allemaal het politieke spel. Nee. Als u nou geen andere vraag heeft, dan wil ik het niet bij laten. Een van de grote problemen van het Haagse manier van verslaggeven is dat het heel weinig gaat over de politieke inhoud en heel veel gaat over het spel. Winnaars en verliezers. Wat er gespeeld wordt, ja. En dat zie je van die commentatoren eigenlijk ook. Er zijn nog een paar onderwerpen die ik graag met je zou willen bespreken. Je had het net over die grote infrastructurele projecten. Mm-hmm. Ja? Daar zijn een heleboel dingen misgegaan. Met name bleken ze veel duurder. Altijd zijn. Heel veel duurder. Veel duurder. Hè? Hier in Amsterdam hebben we dan natuurlijk het symbool van de Noord-Zuidlijn. Ja. Die zou voor 1,3 miljard zou die kosten, 5 jaar. En het werd 15 jaar waarin we in de zooi moesten zitten. En het werd 3,1 miljard. Ja. Floriade gisteren, even de opening van de Floriade, begon ook met 100 miljoen geloof ik, ook drie keer over de kop gegaan. Qua kosten, alle infrastructurele projecten. Maar hoe kan dit? Hè? Als ik als kleine ondernemer dat zou doen, zou ik gelijk failliet zijn. Als een grote ondernemer het zou doen, zou die ook failliet gaan. Maar bij de overheid mag dat schijnbaar. Is het zo dat topambtenaren gewoon slechte managers zijn? Nou, het is één, het is geen eigen geld. Dat maakt het. Nou, als jij als ondernemer gaat het over jouw geld. Ja. Een bedrijf gaat het over het geld van het bedrijf. Ja. Bij de overheid gaat het ook over ons geld. Ja. Maar ja, daar hoeven ze nooit verantwoording voor af te leggen, want het is niet hun geld. Ja. Als je zou uitrekenen hoeveel de samenleving al heeft moeten ophoesten aan mislukte ICT-projecten, dat gaat over miljarden. Dan hebben we het nog niet over al die andere projecten waar we het over hadden. Kijk. Nogmaals, dan is elke keer weer hetzelfde mechanisme. Uiteindelijk wordt het een doelredenering. En uiteindelijk gaat het over prestige, over machtsbelangen. Gaat het over, ook bij de Betuwelijn was dat aan de orde. Hè? Met minister Netelenbos weten we nog. Toen daar een enquêtecommissie overheen ging, bleek ook alle kritische rapporten, alle serieuze waarschuwingen, allemaal in de wind geslagen. Omdat op het moment dat je eenmaal in die tunnel zit en eenmaal in die doelredenering zit, ja, dan kan je er niet meer uit. Dan moet dat doorgaan. En dan kijken we terug en dan zijn we verbaasd en zeggen we, nou, hoe is dat nou zo misgegaan? Ook bij de laatste toeslagencommissie, al die gehoorden allemaal met een gespeelde verbazing. Hoe heeft het nou gekund? Ach, we begrijpen het niet. En denk je, begrijpen het niet. Ach, kijk terug, het is elke keer hetzelfde. Ja, je ziet een soort herhaling. Adrie Duivestein, jou bekend, heeft daar wel eens een interessante waarneming over gepleegd in een interview in het NRC. Hij was toen wethouder van bouwen en het ging over die tramtunnel in Den Haag. En hij zei, ja, ik had toen een contract getekend met de bouwer van die tramtunnel en we stonden aan de borrel. En die man die komt naast mij staan en die zegt, meneer Duivestein, u gelooft toch niet dat wij die tunnel voor die prijs gaan bouwen? Met andere woorden, hij had een contract getekend en hetzelfde moment werd aangetekend dat hij er maar vanuit moest gaan dat men zwaar over dat contract heen zou gaan. Mm-hmm. Is dat ook niet iets waardoor dat fout gaat? Want ik bedoel, waarom is het zo dat de overheid niet in staat is om contracten te maken waar iedereen zich aan moet houden? Dat is ook een terechte vraag. En dat is de kans van de verantwoordelijkheid in dit geval van de ondernemer. Maar aan de andere kant wordt nu altijd zo begroot dat je de meest gunstige bedragen. Want uiteindelijk is het wel politieke besluitvorming. Op het moment dat aan het begin werd gezegd over de metro in Amsterdam. Nou beste mensen, het gaat echt 20 jaar duren of 15 jaar duren. Ja. En we gaan alles overhoop halen. Het gaat zoveel meer geld kosten. Ja, dan was er misschien een meerderheid in de politiek geweest. Je had gezegd, ja.
als de kaarten zo geschud worden, dan geven we hier geen akkoord op. Want dat, ja. dat kunnen we niet verantwoorden. Ja. Ja. Dus ja, alles moet net als in reclameboodschappen. Het moet ja, het zo positief mogelijk worden voorgesteld. Het moet ja. zo gunstig mogelijk worden voorgesteld. Ja. En op het moment dat je eenmaal op die weg zit, en dat zie je nu ook in de hele, het hele Oekraïne-conflict, dat er natuurlijk ook van de kant van Oekraïnse soldaten steeds meer beelden verschijnen die zich ook schuldig maken aan oorlogsmisdaden. En dan blijkt ineens dat als je zo één kant hebt gekozen, dat je daar wel van weg moet kijken. Dat je dat niet ja. meer tot je kan nemen. Nou ja, en dan, ja, behalve dan nogmaals, straks als we weer gaan terugblikken, dan zeggen we, oh, daar hebben we niet naar gekeken. Oh, hadden we daar ook maar op gelet. En oh, nou. God, we waren een beetje blind. En, ja. En we kennen het allemaal. Ik zei, ja. ik zei het net al, wij kunnen de conclusies van de commissie die nu onderzoek doet naar de aardgasproblematiek, kunnen we zelf schrijven. Daar heb je echt geen commissie voor nodig. Nee, want de conclusie zal zijn, economisch belang boven menselijk belang, kritische rapporten in de wind geslagen, onvoldoende geluisterd naar de belangen van de Groningers. Je kan het toch zo opschrijven? Ja, laten we nog even gaan naar een samenvatting van toch wat oplossingen die jij zou zien. Wat vind jij dat er zou moeten verbeteren op dit vlak? Nou, om te beginnen, het doordezend besef, zowel van politici als journalisten, als ook de communicatiemensen, dat hun werk niet alleen het spel is, maar dat het maatschappelijk werkelijkheidsscheppend is. Met andere woorden, dat er een werkelijkheid uit voortkomt. Ja, ja, ja. En dat je dus, dat hebben we met Transitie 33 proberen te beschrijven, dat je als burgemeester of als bestuurder, als minister, je realiseert dat het woord, de taal, ertoe doet. We horen het nu wel vaak dat mensen, vooral richting critici, wordt de vinger gewezen. Pas op, jouw woorden doen ertoe. Hè? Jouw woorden doen ertoe. En jouw woorden creëren angst in de samenleving. En je moet oppassen. En dat wordt dan gezegd door mensen die hun eigen woorden zelf nooit zo bekritiseren en bezien. Ja, ja. Een voorbeeldje op dat punt, dat de instituties vinden het heel rechtvaardig en vanzelfsprekend, ook in die coronacrisis, dat angst in de samenleving werd gepompt. Ja. Burgemeester Halsema zei het nog in een interview, veel meer angstjagende beelden van mensen die doodgaan, dat wil helpen om mensen in het gelid te krijgen. Ja, en dan hadden we de sociaalwetenschappers, wetenschappers weer, die zeiden het ook, angst in de samenleving pompen. Beelden laten zien, mensen moeten angstig gemaakt worden, want anders houden ze zich niet aan de regels. Dat is allemaal legitiem, vinden ze allemaal vanzelfsprekend. En zo gauw in hun ogen iemand anders woorden gebruikt die wellicht ook angst creëren, ja, dan zijn ze, dan zijn de rapen gaar en dan moeten we censuur plegen en dan mogen die mensen er eigenlijk niet zijn en dan moeten ze misschien verboden worden en die partijen moeten verboden worden. Ja, zolang we niet beseffen dat aan beide kanten het probleem zit. En dat er misschien iets nieuws bedacht moet worden. Een nieuwe manier, ja, ja, dan wil ik, dan nieuwe manier van communiceren. Daar wil ik het dan ook nog even met je over hebben. Want jij zei op een bepaald moment, ja, misschien is dat systeem wat bij Thorbecke begon in 1948. Namelijk van formele verantwoordelijkheid van politici die dan weer uit de wind gehouden moeten worden door ambtenaren. Misschien is dat wel overleefd. Misschien past dat niet meer in deze tijd. En de eigen historische dingen die ik daar zo ook over heb, is dat ik ben daar wel eens naar gekeken. En wat interessant is bij Thorbecke, in zijn tijd in 1848 waren er 5 bewindslieden en er waren een paar honderd Rijksambtenaren, waarvan waarschijnlijk maar enkele tientallen, beleidsmakende. Op dit moment, als jij minister of staatssecretaris komt, dan kom je op een departement met 10.000 mensen, waar je überhaupt niet weet wat er gaande is. Nee. Met andere woorden, die verantwoordelijkheid is ook een formele verantwoordelijkheid geworden. Ja. En zou het niet beter zijn om de verantwoordelijkheid meer te gaan leggen waar die hoort? Zeker. Als topambtenaren besluiten nemen, of in ieder geval in feite dragend zijn voor besluiten, dan moeten ze ook die verantwoordelijkheid maar naar de samenleving, de media en de politiek dragen. En gevolgd, dat is helemaal waar. Dat is nog een belangrijk punt. Misschien moeten we een keer concluderen dat we op tal van dossiers wel klaar zijn.
Als je snapt wat ik bedoel. Weet je, er hoeft geen beleid meer gemaakt te worden. Het is natuurlijk zo'n gek fenomeen. Dat je, dat je een heleboel van die beleidstorens hebt. En die mensen zitten daar. Ja, die komen niet op hun werk om te zeggen. Nou, wat zou ik vandaag eens doen? Eigenlijk is er niks te doen. Want als er moet beleid gemaakt worden. En ik heb het in zo'n ministerie gezien. Nou, dan moet er een nieuwe commissie. Kunnen we nog iets bedenken over? Nou ja, gisteren kwam er weer zo'n waanzinnig voorbeeld van iemand. Adviseur om 60-plussers te verplichten een fietshelm op te zetten. Heb je het mee? Ja. En dat zijn allemaal ideetjes die geopperd worden. En dan komt er weer in het nieuws. En dan wordt er weer beleid gemaakt. En dan commissie gemaakt. We moeten intensiveren. Afschalen. Misschien is dat wel de grootste opgave. Dat we zeggen, joh. Minder controle, minder regels. Minder wetenschap, minder beleid. We zijn een belangrijk deel zijn we wel klaar met de samenleving. Het enige wat we moeten doen is repareren wat de overheid zelf kapot heeft gemaakt. Mm. En dat betekent dat we weer terug moeten naar de menselijke maat. Dat het decentraal georganiseerd moet worden. Laten we wel weten. In de decentrale politiek gaat het bijna nooit meer om politieke ideologieën, om controle. Daar gaat het over dicht op de samenleving zitten. Daar is niet meer steeds meer initiatieven waar samenleving en burgers betrokken worden. Ik heb veel gemeentes mogen bezoeken en er is echt een hele andere houding bij een deel daarvan, van die gemeentes, naar hun eigen bewoners toe. Die spugen ook op de landelijke politiek, want die hebben er ook alleen maar last van, weet je. Want zij lijden ook onder het gebrek aan vertrouwen in de politiek, omdat ja, zij ook afgerekend worden op wat de samenleving in Den Haag ziet gebeuren. En het vreselijk toneelstuk waar we naar zitten te kijken. Dus het zou een zegen zijn. Misschien is het dan wel een grote zegen dat we zeggen, joh, we stoppen met parlementaire verslaggeving. Het zou ook wel een zegen zijn. Stoppen maar gewoon mee. Want dat valt mij altijd op. In de zomervakantie, als de politiek op vakantie, en dan lijkt de samenleving ineens een stuk ontspannender. Want dan zijn ze er even niet. En dan, maar jij zei het net zelf, want dan zien we niet dinsdag eigene Kamerleden die weer iets in de krant gelezen hebben en daar heftige vragen over stellen. Ja. Dan is het even rustig. Nou, dan ineens lijkt de samenleving een stuk ontspannender te zijn. Dus het zou een grote aanbeveling zijn wat mij betreft om te zeggen, zullen we die rol van de journalistiek gewoon, weet je, een beetje het terugduwen. Zo van, joh, het is allemaal niet zo belangrijk. De macht van de journalistiek moet kleiner worden. En de rol van communicatiemensen moet drastisch terug. Jij zegt ook meer decentrale besluitvorming. En stop met de noodzaak van voortdurend in beeld zijn. Je hoort ook vaak die woorden. Gisteren zei iemand nog over Almere. Almere staat nu met die Floriade in het centrum van de wereld. Hij zei het echt. Almere op de kaart. Allemaal dat soort. Weet je, allemaal. En als je kijkt hoe intensief de informatiestromen zijn die mensen tot zich nemen, is het ook een vrij kinderlijke, naïeve gedachte dat jouw boodschapje net blijft hangen. Natuurlijk allemaal niet waar. Maar jij hebt wel het gevoel dat de kaasstolp, de Haagse kaasstolp, zoals je dat noemt, eigenlijk een groter probleem is dan op het niveau van de gemeente. En eigenlijk hoe decentraler je komt, hoe menselijker en directer je kan besturen. Ja, en ik denk dat de samenleving inmiddels veel meer last heeft van de politieke klasse en de politieke elite. Dat ze eigenlijk vaak mislukt beleid maakt, waar grote maatschappelijke gevolgen uit voortkomen. En het grote probleem is de politieke elite en de politieke klasse zelf. Alleen ja, die hebben nu net de macht in handen. Die praten nog steeds met elkaar over het parlement als het hart van de democratie. En die vinden dat ze heel gewichtig werk doen. Maar de samenleving heeft er inmiddels een heel ander oordeel over. Die zegt, joh, maar jij bent het probleem. Wij zijn niet het probleem, maar jij bent het probleem. Wanneer ga je daar eens op, motorwoord, let er maar op, reflecteren? Wanneer ga je daar eens op reflecteren? Dat jullie het probleem zijn. Dat jullie een systeem hebben waar egomechanismes een belangrijke rol spelen. Waar niet het algemeen belang primair is. Dat het gaat om politiek behoud van posities, machtsposities. Durf daar eens naar te kijken en durf eens te kijken naar hoe het in andere sectoren in de samenleving heel anders gaat. Ik vind een mooi voorbeeld, het is misschien ook aardig om daarmee af te ronden, is hoe de moderne topsport met elkaar omgaat. Weet je, zo'n Mathieu van der Poel, die gunt de ander wat. Als die niet heeft gewonnen, dan ben ik blij dat de ander gewonnen heeft. Alleen die taal al het respect voor elkaar. Ja. Nou, daar kunnen politici nog wat uit leren, want die schelden elkaar uit voor rotte vis. Die, nou ja, vind je ook niet dat het kritisch vermogen van met name wetenschap en media eigenlijk zou moeten toenemen in deze tijd?
Ja, ja. Het feit dat die deel zijn geworden van het politieke establishment. Ook vanuit het historisch besef dat er natuurlijk niet één systeem is wat er voor de eeuwigheid is. En alles evolueert, alles verandert. Ja. En we zitten in zo'n tijdsgewricht waarin die instituties allemaal een beetje aan het imploderen zijn. We zien het, ze leveren allemaal niet meer. En dat ligt niet aan de mensen in die instituties. Het ligt ook aan de structuren zelf. Ja, aan de structuren, aan de systemen, hoe het werkt. Als je in een systeem hebt dat alleen maar geleerd heeft om rechtdoor te lopen. En dan ineens zeg je tegen het systeem, maar nou moet je achteruit lopen. Ja, dat systeem heeft geen idee hoe dat moet. Want ja, die heeft alleen maar dit gedaan. Nou, dat besef dat we moeten nadenken, kritische beschouwingen met elkaar moeten, met elkaar moeten hebben over, is dit systeem nog levensvatbaar? En dan zie ik, gisteren zag ik nog weer een journalist die zei, ja, maar als je nou kijkt naar China, dit is toch wel het beste wat we hebben. Ja, maar ook het beste wat we hebben kan op een gegeven moment in een bepaald tijdsgewricht contrair aan het maatschappelijk belang acteren. En dan moet je het vermogen hebben. Zeg vaak, misschien hebben we wel behoefte aan een soort Gorbatsjov. Gorbatsjov realiseerde zich op een bepaald moment, ik kan dit rijk niet overeind houden. Dat gaat niet. En hij wist, op het moment dat ik het ontmantel, waar Poetin nu zegt dat het maar nooit gedaan, maar op het moment dat ik het ontmantel, daar zou ik niet populair mee worden. Ja. Maar het is mijn ik heb hem ooit eens op afstand, ik mocht ooit eens Yeltsin interviewen in die periode, dus ik heb hem een beetje op afstand kunnen zien in die grote vergaderzaal. Hij zat het voor en wij zaten op de tribune, dus de afstand was best groot. Maar op de een of andere manier voelde je, daar zit een man met een missie, om het maar even zo te zeggen. Ja. En zijn missie was niet om populair te worden. Niet om machtsbehoud te creëren. Maar zijn missie was te ontmantelen. Vanuit het besef, dit is onhoudbaar aan het worden. Dan moet iets nieuws gecreëerd worden. Nou, of dat nieuwe nu zaligmakend is, weet ik niet. Johan Cruijff zei trouwens zelf ook al, hè, die zei op het moment dat je elke keer weer in dezelfde, als je elke keer dezelfde fout maakt, je wil elke keer rechtsom bij spelen, maar elke keer gaat het fout. Ja, dan komt er een moment dat je het anders moet gaan doen. Je weet niet of dat gaat lukken, maar één ding weet je wel zeker, als je het oude blijft doen, doe je elke keer, maak je dezelfde fout. Ja. Nou, dat is wat ik zag. En zie bij al die parlementaire enquêtecommissies elke keer dezelfde conclusie. Nou, als je nou elke keer dezelfde conclusie trekt, dan wordt het misschien Cruijff indachtig dat je moet zeggen, goh, maar wat vertelt ons dit en moeten we daar niet uit leren dat we het een keer heel anders moeten gaan doen? We weten niet of dat succesvol is, maar zullen we het eens proberen? Laten we eindigen met Gorbatsjov en Johan Cruijff. Hartelijk dank voor dit gesprek, Alp. Dankjewel, Alp. Dank je.